In Politiek Café Zuilen gaan onder leiding van Jet van den Berg politieke partijen en bewoners met elkaar in debat over onderwerpen die zich bij ons in de wijk afspelen. Dit keer de eventuele komst van de koffieshop aan de Amsterdamse Straatweg. Goedenavond allemaal, volle bak in de Parel van Zuilen. We gaan het hebben over de mogelijke komst van de koffieshop op de Amsterdamse Straatweg hier in onze prachtige wijk Zuilen. Bent u voor of tegen koffieshops in de stad? Ik ben tegen koffieshops in het centrum, maar wel aan de rand van de stad. Wij zijn tegen koffieshops, wij zijn tegen drugs in het algemeen. Nooit en te nimmer is het een normaal product en ik wil dat ook niet normaal gaan vinden. En daarom vind ik ook bij koffieshops, ook gezegd van niet bij scholen, niet het slechte voorbeeld geven aan jonge mensen. Op het moment dat we het allemaal normaal gaan maken, ik denk dat het daarmee de schadelijke gevolgen alleen maar groter zullen zijn. Als ik het rijtje afging, heeft iedereen al een keer een jointje gerookt. Dus zo abnormaal is het niet. We kunnen wel een beetje conservatief tegenaan lopen schoppen, maar laten we het uit de criminele sfeer halen. Dan is het over. Dan is de overlast ook te beperken. Het zou ook niet zomaar in de supermarkt schappen wat ons betreft verkocht moeten worden. Dan moet je een strenge controle op hebben qua leeftijd en qua plek waar het verkocht wordt. Maar tabak of alcohol zijn ook geen normale producten, maar zijn ook gewoon legaal in het land. En daar heb je een stuk beter toezicht op wie het koopt en wie het verkoopt. We hebben het in Nederland goed voor elkaar. Je ziet ook het percentage jongeren wat cannabis gebruikt is ongeveer gelijkbaar aan landen waar het gewoon verboden is, waar het niet wordt gebruikt. En dus het doel, het beschermen van de gezondheid, is prima geregeld. We lossen niet bestaand probleem op. Wat wel een bestaand probleem is, is de overlast van de koffieshops. Ik heb jarenlang bij mijn opa in de straat gewoond. Ik denk als enige van deze mensen hier. De mensen die naar de koffieshop komen, die komen scheurend aangereden. Gaan vervolgens met de joint in de mond achter het stuur. Vervolgens zitten wij er halve zomer mee in het Julianenpark. Zit ook niemand op te wachten. Ik wil de volgende stelling voorleggen. Er was een voorbereidingsbesluit Amsterdamse Straatweg. En tijdens een voorbereidingsbesluit wordt alles bevroren. Maar het voorbereidingsbesluit is verlopen en er is geen nieuw bestemmingsplan. En dus is de vraag, kan deze koffieshop voorkomen worden? Ik weet het zo niet. Ik denk dat het heel lastig wordt. En dat de positie van de burgers in deze ook wel geminacht wordt door de gemeente. Dat ze weinig inspraak hebben. Dus als iemand een aanvraag indient en door alle voorwaarden en de bibel omheen komt, vrees ik voor de omwonenden dat die koffieshop er uiteindelijk komt. Koffieshop-eigenaren duiken daar meteen bovenop, hè? Die weten dat, die zoeken dat uit welke plekken... Maar als dat bekend is, dan zou de raad daar toch wat scherp op moeten zijn. Nou, dat wil ik toegeven. Maar we hebben daar meteen samen met ChristenUnie en VVD ook vragen over gesteld. Ook gezegd van welke criteria zijn er, welke vergunningen. Waarom moet de buurt dat via een WOP-verzoek, heet het dan officieel, de openbaarheid van bestuur, via een omweg horen? Waarom kan dat niet op een normale manier? Nou, daar is allemaal niet aan voldaan. Dat is allemaal geen schoonheidsprijs. Ja, dat hebben mensen zitten slapen. Dat hebben we ook gedaan. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Ja, geef ook toe. We hebben het niet goed gedaan. Ik wil even een reactie van iemand uit het publiek. Het is nu de tweede keer dat hij aangevraagd is. De eerste keer is hij afgewezen omdat het door een crimineel aangevraagd is. En de tweede keer wilden ze hem gewoon er doorheen houden. Dus jullie waren al wakker dat daar een koffieshop zou komen. Stel dat hij er toch komt. Gewoon omdat het niet tegen te houden valt. Hoe regel je dan dat het geen malabatta wordt? Ja, dat is moeilijk te regelen, maar ik zie niet in waarom dat je dat niet tegen zou kunnen houden. Terechte vraag. Ik zeg tegen iedereen, daar heb ik ook tegen de mensen in de Kroeselaan gezegd, waar ik uitgebreid mee heb gesproken over de nieuwe coffeeshop daar. Treed in overleg met de eigenaar. Laat de gemeente een soort beheervorm maken, waarbij omwonenden, ondernemers en bewoners samen afspraken maken over de overlast, over de fietsen of de scooters of allerlei andere vervoer, over de sluitingstijden. Het gaat erom dat je die koffieshop-eigenaar ook bewust maakt van de buurt waarin hij verkeert. En dat hij ook zelf de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat er geen overlast is. Wat je als gemeente dan moet doen is inderdaad dat het heel snel afgelopen is als er daadwerkelijk klachten komen. Als er blijkt dat er alcohol wordt geschonken, als er blijkt dat er wordt gedeeld of de harddrugs worden gebruikt. Als er blijkt dat er overlast is van auto's, scooters. Je moet die scooter en die auto's trouwens dan ook aanpakken. Maar op het moment dat deze man of vrouw die token dan gaat runnen, als hij er komt en hij blijkt dat hij aan de regels houdt, gaat hij wat ons betreft linea recta dicht. En wat je dan moet doen, ook als gemeente, is zorgen dat er voldoende alternatieven zijn buiten de stad. Dan zorg je er ook voor dat deze mannen en vrouwen plek op de Amsterdamstraat te zoeken voor een koffieshop. Nou, ik vond het wel een beetje ontluisterend te horen dat het college heeft zitten slapen inderdaad. Ja, daar schrok ik wel een beetje van.
als ik een fout maak of ik zit te slapen, ben ik degene die daarvoor verantwoordelijk is. Ja, ik ben erop tegen. Je moet hem naar de kant schuiven. Maar ja, als er weer bibop, dan ben ik wel bang. Nou ja, bang ben ik helemaal niet, maar of dat dan wel doorgaat, dat is voor mij dan een vraag. En het zal wel na de verkiezingen zelf wel gebeuren, wat er dan gaat gebeuren. Bent u voor of tegen? Voor coffeeshops, zeker. Waarom? Nou ja, ik denk dat gedoogbeleid is goed gewerkt in Nederland. Gewoon met de wiet, zeg het maar. Maar ja, als het overlegd doet aan de burgers, nou ja, ergens anders. Wat denk je dat gaat gebeuren als je een coffeeshop komt? Overlast heb je sowieso wel. Dus als er gewoon goed beleid is, vind ik. Strenge regels, wat ze zeggen. Consequent zijn met de leeftijd. Ja, dan denk ik wel dat het al een stuk minder wordt dan dat het nu is. Ik ben zelf ondernemer. Tegenover heb ik winkel, DA-drogist. En ik vind gewoon in zo'n wijk zoiets niet kunnen. Waarom niet? Omdat zeker is niet een stimulant van ons winkelgebied. En bij mij dagelijks komen ze 150, 200 klanten wat met de kinderwagen. Ik vind dit gewoon schandalig. Ze gaan zich niet hard maken om het terug te draaien. En dat moet, juridisch moet dat. Bent u ook heel erg boos erover? Absoluut. Ik bedoel, een paar honderd meter verder zit er een basisschool. Nou, hoe kunnen ze dat nou toelaten? Dat kan toch niet? Bij een hogere school mogen ze niet komen, want dan worden de kinderen daar niet lastiggevallen. Maar kleine kinderen, die kunnen nog veel meer geronseld worden of eventjes de harde hand eroverheen. En die kunnen ook met hun fietszakjes rond gaan lopen. Want dat is bij ons in het wijk al een paar keer gebeurd. Dus mijn vraag is van, wat kunnen jullie daar dan doen? Of waar kunnen wij op letten als zoiets gaat gebeuren? Op het moment dat er kleine kinderen met drugs hier in de buurt rondlopen en er is een link met die koffieshop, gaat die koffieshop wat de VVD betreft meteen dicht. Ik was van mening dat het überhaupt niet in de buurt mocht van scholen. Dus ook niet van basisscholen, niet van verzorgingsinstellingen. In zijn algemeenheid willen wij graag daar een leefbaarheidstoets op. Om dus, zodat ook die basisschool daarin meegenomen wordt. Want ik denk dat op het moment dat wij horen dat er met die coffeeshop dan overlast zou zijn, wij nemen meteen op en kunnen dan aan een ander touwtje trekken om te zorgen dat er iets in beweging komt. Want het is natuurlijk absoluut niet toe te staan dat daar kinderen voor worden ingezet. En een leefbaarheidstoets vind ik mooi klinken. Ik ben alleen wel bang voor willekeur wanneer je die hele vrijheid onderaan de streep gaat doen. Dat betekent dat je de ene keer wel kan toewijzen, de andere keer niet. En die criteria moeten wel heel duidelijk zijn ter bescherming van iedereen die ermee te maken heeft. Ik wil wel meenemen, maar ik kan niet vanavond zeggen van nou, we gaan daarin mee, want het is überhaupt al niet. Ik ben niet degene die dat dossier doet. Dus. Als deze man er dan zometeen niet doorkomt, man of vrouw, regelen jullie dan dat jullie hebben zitten pitten, dat het alsnog wordt omgedraaid, dat niet een volgende weer met een aanvraag kan komen? Als je dat zou willen, dan moet je daar een debat over voeren, maar dat kan zoals het nu ligt met de huidige verordening, kan het volgens mij niet. Ik wil me er wel hard voor maken dat het straks wel kan. Volgende week, dinsdag en donderdag, vergadert de commissie Stad en Ruimte. Daar worden dus die ruimtelijke plannen over besproken. Ik zal wethouder Isabella, die erover gaat, zal ik aanspreken en dan ook rappelleren. Zorg dat er gewoon snel een bestemmingsplan komt voor de straatweg. Dat we niet meer afhankelijk zijn van die voorbereidingsbesluiten. Want die hebben maar een geldigheidsduur van een jaar. Een bestemmingsplan leg je voor 10 jaar vast. Het wijkbureau heeft mij uitgebreid verteld dat ik een zienswijze zou kunnen indienen. Kunt u bezwaren indienen? Ja. Zienswijze. Dat is wat het wijkbureau bedoelt en dat is wat u kunt doen en wat ik ook zeker adviseer om te doen. Als omwonende, als buurtbewoner, als bezorgerbewoner, kunt u... Als winkelier. Dat was de vraag. Kunt u inderdaad bezwaar maken tegen het voornemen om de vergunning af te geven? Ik hoop dat jullie wat aan deze informatie hebben. Ik zou zeggen, help raadsleden en aankomend raadsleden herinneren aan de uitspraken die ze hier hebben gedaan. Ik dank u.